Een goede kop koffie. Veel mensen willen de dag niet anders starten. Een sterke espresso van verse bonen om goed wakker te worden. Of een kopje koffie met een schuimlaag van melk om rustig de dag te beginnen. Iedereen heeft een eigen smaak en drinkt zijn koffie anders. Gelukkig zijn er allerlei soorten koffiezetters verkrijgbaar. Bij keukenloods.nl heb je een grote keuze van traditionele koffiezetapparaten tot espresso-machines en van inbouw tot vrijstaande koffiezetapparaten. Vrijstaande koffiezetters zijn onder te verdelen in espresso-machines, snelfilter koffiezetapparaten en de welbekende multifunctionele koffiezetapparaten. Inbouwkoffiezetapparaten worden in hoge keukenkasten ingebouwd en deze zijn weer onder te verdelen in apparaten met een vaste wateraansluiting of apparaten met een waterreservoir. Bij het maken van een espresso wordt een kleine hoeveelheid water door fijngemalen koffie geforceerd. Hoe fijner de bonen gemalen zijn, hoe sterker de espresso. Espresso is de basis van veel populaire koffiesoorten zoals cappuccino, café latte en macchiato. Met een espresso machine heb je dan ook met één druk op de knop een heerlijke kop verse koffie precies naar jouw wens. Steeds meer mensen kiezen tegenwoordig voor een ouderwets kopje filterkoffie. Zogenoemde snelfilter koffiezetapparaten zijn dan ook aan een flinke opmars bezig. Het grote voordeel van filterkoffie is dat je snel een kan of meerdere kopjes koffie kunt zetten. Snelfilter koffiezetapparaten hebben een waterreservoir die het water kookt en verse koffie druppelt vervolgens vanuit de filterhouder in de koffiekan die op een warmhoudplaat wordt warm gehouden. Naast de snelfilter koffiezetapparaten is het éénkops koffiezetapparaat ook populair bij consumenten. Ze kenmerken zich aan het feit dat ze één of twee kopjes koffie tegelijk kunnen zetten. Afhankelijk van het type kun je er gewone en speciale koffiesoorten mee maken, zoals cappuccino, latte en macchiato. Deze koffiezetapparaten gebruiken veelal voorverpakte koffie, geschikt voor eenmalig gebruik. En hierbij kun je denken aan koffiepads of cups. Koffiezetapparaten gebruiken gemiddeld 75 tot 85 kWh per jaar, wat neerkomt op ongeveer 18 tot 21 euro. Het maakt voor het energieverbruik niet uit of je koffie uit een filterapparaat, espresso-machine of padmachine komt. Wist je dat? Veel inbouw espresso-machines moeten worden aangesloten op een vaste waterleiding. Bijna alle vrijstaande koffiezetapparaten beschikken over een automatische uitschakelfunctie. Wil je meer informatie of hulp bij het kiezen van de juiste koffiezetter? Bel dan naar 0226 355 340 of kijk op keukenloods.nl.